Fleur heeft je nodig, in de keuken. Oh, is alles goed daar? Nou, geloof het wel. Oh. Er wordt een hoop afgezocht en er hangt een bol stoom, maar ik geloof wel dat ze het redt. Oh, ik kan maar beter even vragen wat ze wil. Het gaat over het onvermogen. Eigenlijk is dat de ondertoon van het stuk. Het gaat over een gezin met ouders en kinderen en grootouders en nog een... broers en nog een broer en een zus. En die hebben met elkaar gezellig, gaan met elkaar eten, omdat er iets besproken moet worden. En nou ja, dat wil dus niet. Dus het libellenplaatje, zal ik maar zeggen, van de prachtige tafel en de mensen allemaal verzorgd en leuk gekleed. En de tafel prachtig gedekt en het hele huis gezellig. En de kinderen ook nog leuk. Het eten lekker, dat kreeg de gastvrouw niet voor elkaar. Dat kregen ze allemaal niet voor elkaar. En dat is het onvermogen wat ook met Kerstmis en met al die feestdagen en zo wordt opgeroepen door libelles en dat soort bladen. En dan zijn ze bij elkaar om iets te bespreken. En dat vertel ik nou maar niet, want dan heb ik de helft van het stuk geef ik weg. Dat is niet leuk. De groep bestaat op het ogenblik uit 3 mannen en 4 vrouwen. We hebben er dus een jonge vrouw bij gekregen. Heel leuk en heel blij mee zijn we ermee. En we hebben er 2 pubers in. En we hebben er nog een stuk of 7 kinderen in. Plus een peutertje van 1,5. Nou, spelen die geen grote rollen, maar die dartelen wel zo af en toe er even doorheen. En niet alle 7 tegelijk, we doen het bij groepjes, elke voorstelling een paar. Maar dus dat maakt wel dat er toch een beetje een andere bezetting op toneel staat dan gebruikelijk. Waarom zou eigenlijk iedereen uit de omgeving Almelo in ieder geval 1 van de 3 voorstellingen eens moeten bekijken? Omdat het zo verschrikkelijk leuk is dat in Almelo zo'n enthousiasme is voor amateurtoneel. We hebben 2 hele goede groepen. Dus de groep September is ook heel leuk, deze groep is ook heel leuk. En dat zijn hele leuke voorstellingen. Voor iedereen betaalbaar. En het hoort bij een stad. En ik vind ook dat je naar moet gaan kijken.